Hallo allemaal, daar zijn we weer. Het is vandaag 30 september en ik ga vandaag met jullie een kwartaalafsluiting doen. Het is weer zover. Ik heb mijn lijstje alvast ingevuld en hij is wat uitgebreider, want ik heb nu ook alle of de nieuwe spaarpotjes erbij opgezet, de spaarchallenges. En dan zie je ook allemaal met nulletjes staan. Dus er zijn er een stuk of wat bijgekomen. Ik heb van mijn vorige kwartaal, van het afgelopen kwartaal, heb ik ook alles alvast ingevuld. Zodat ik daarmee aan de slag kan. En ik heb voor mezelf zoals gewoon spiekbriefjes. Want het wil vaak zat verkeerd gaan. Ik heb mezelf al langer dan vandaag. En dat kun je ook in de andere kwartaalvideo's zien. Ik raak altijd wel hoe dan ook in de war, met of zonder huiswerk. Soms heeft het helemaal geen zin, maar ik ga het gewoon met volle moed proberen. Ik heb vandaag dus ook nog een cashstuffing gedaan met het geld dat ik over had van afgelopen maand. Deze heb ik dus mooi over de potjes kunnen verdelen. Ik denk dat doe ik vandaag gelijk. Dan kan ik die mooi meenemen in de kwartaalafsluiting. Dan is het klaar. En ik ga toch nog een keer beginnen erover. Er is sinds gisteren ook een winactie online gekomen. Ik kan een heel leuk pakket winnen. In samenwerking met het budget bij Fleur heb ik een heel mooi pakketje kunnen maken. En deze kan je winnen bij 1000 abonnees op mijn kanaal. Ik zou vooral kijken even bij de video zelf, mocht je mee willen doen met je actie, ga alsjeblieft naar de video, daar kan je reageren. Dus niet op deze video reageren dat je mee wilt doen, want dan gaat het verkeerd met de winactie. Dus of op de juiste video reageren, of ik kan op de Facebook of Instagram, kan je onder de foto van de winactie reageren dat je mee wilt doen. En dan kan je kans maken, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden. En dat is dus lid zijn van mijn kanaal. En aangemeld zijn bij de Instagram van zowel mij, Rietjes Budget en Fleur, Budget bij Fleur. Of op onze Facebookpagina's. Dus, want zo kunnen we namelijk berichten als je gewonnen hebt. Kunnen de adresgegevens zo uitwisselen, zodat je gewoon netjes je pakketje krijgt. Dus ja, dat is het. Dus ik zou zeggen, ik ga beginnen. Ik heb mijn huiswerk gemaakt. Afgelopen kwartaal zijn we afgesloten met 5.476 euro. Een heel mooi bedrag dat ik bij elkaar had gespaard. Daarvan was 1855 in mijn spaarchallenges. 2.841 euro. In de online potjes en de contante potjes 696,25 cent. Dus dat was totaal dus die 5446 cent. Ja. Oké. Nou, dan ga ik gewoon met de bovenste beginnen. Dan heb ik het paarse mapje nodig. Even ietsje aan de kant schrijven. Huppa, want ik wil natuurlijk wel dat alles in beeld is. Anders heb ik weer een reden om te gaan gillen. Daar ben ik de laatste tijd goed in namelijk. Morgen komt ook de kerststuffing van komende maand. Dus dat wordt heel erg leuk. Alleen er zijn nog steeds een paar potjes die ik er niet op heb staan. Zoals de voorraad, snackdag en die nieuwe sushi, Aziatische genot. Misschien dat hij in de laatste van dit jaar erbij gaat komen op kwartaalafsluiting. Het is eigenlijk wel net zo leuk als hij erbij op staat. Hè? Maar ik vond het nooit zo nodig. Maar ja, misschien de overchipkaart. Ja. Maar ik zeg, ik vond het nooit zo nodig. Maar ik denk dat ik het in de volgende wel ga doen. In ieder geval voorraad ga ik nu even niet meedoen. Overchipkaart ook niet. De puzzel gaan we mee beginnen. Het zakgeld van Sascha. Dat ze lekker kan eten, hè? Dus 50, 70, 80 euro zitten bij Sascha in het potje. Ik moet er weer even iets scheef neerleggen. Ja, leuk, heel linkshandig zijn. Ik kan alleen maar scheef schrijven, ik kan niet recht schrijven. Hè?
Yes, €80 voor de puzzel. Die staat erop. Hop, hop. Huishouden. Aardig wat uitgegeven de laatste periode. Maakt helemaal niet uit. Soms is het nodig, hè? Dus 10, 15, 17, 17,50, 18, 18 euro en 20 cent. Zit er in huishouden. Fantastisch mooi handschrift natuurlijk, hè? Wasmiddel, nou dat kan ik zo zien, dat is gewoon €25. Dat is mooi. Gezondheid. Ik heb natuurlijk best wel veel vitamine D ingeslagen. Voor een jaar lang. Dus hoef ik een jaar lang niet meer naar uit om te kijken. Dus €5, €6, €7, 20, 40, 50, 60. €7,60. Ondertussen staat de kat op de kookplaat. Nog even zo'n licht koken hoor. Dat zou ik wel heel leuk vinden als ze licht koken. Verzorging. 25. Snackdag zit er dan niet hierbij op. En Aziatisch genot staat er ook niet bij op. Dus deze gaat dan aan de kant. En dan komt het andere mapje van MeTime. Even spieken hoor. MeTime heeft 20, 40, 50, 60, 65, €70. Dus het is een mooi bedragje. Dus als ik naar de kapper wil of een massage wil of... weet ik veel wat. Iets voor mezelf in ieder geval. Een ontspanning. Eindjes is 20, 40, 60, 70, 75, €80 dat ik in uitjes heb zitten. Dus dat is ook weer heel mooi. Voor een lekker drankje, een hapje. Iets leuks, iets lekkers in ieder geval. En ontspanning is het dan ook weer, hè? Ja. Even kijken, kleding is 20, 40, 60, €65. Dus dat is ook weer een hele mooie. Hoppakee. Schoenen. 20, 40, €60. Dus dat is ook weer mooi. En dan heb ik werk sportkleding. Oh, hier kom jij. Het is alleen een tientje. Dus dat is ook fijn. En dan heb ik hebben dingetjes. En dat is... je had vandaag wat gewonnen met een kerststaffing. 15 euro, 17,50. Dus dat is ook weer mooi. Hoppakee. En dat is dan weer voor dit mapje. En dan ga ik naar het feestmapje. Ik noem het even het feestmapje, omdat hier voornamelijk feestdagen en verjaardagen in staan. Dus dan ga ik... gewoon alles in één keer tellen. Heel misschien dat ook hiervoor speciale potjes hier opgeschreven worden. Maar dat ga ik met de tijd wel zien. Ik heb geen idee. Er zijn best wel veel potjes natuurlijk. Hè? In ieder geval 20, 40, 50, 55, 60. €65,70, €75,80, €85. €90,95. Ik moest echt even denken hoor. €95 plus €50 is dan €145.
Dus dat is ook weer heel mooi. En deze ga ik zo meteen bij elkaar optellen. En dan heb ik nu de online potjes. Hier spaar ik iedere maand gewoon standaard op. Wordt gewoon automatisch overgemaakt naar mijn spaarpotjes. Dus iedere maand probeer ik 25 euro naar de dierenarts te doen. Fietsonderhoud is 25 euro. Dat was eerst auto-onderhoud. Noodpotje gaat 25 euro heen iedere maand. De tandarts ook 25 euro. Pensioen. Ben ik sinds kort mee begonnen. Dat probeer ik iedere maand 75 euro na te doen. Het lukt gelukkig. Het kan met mijn inkomen. Want ik wil gewoon echt voor mijn pensioen een appeltje voor de dorst hebben. Want het duurt nog 35 jaar. En ik vertrouw het niet helemaal met het pensioen. Dus ik wil gewoon een goede buffer hebben. Dus als het betekent dat ik nu wat meer mag gaan sparen daarvoor, dan doe ik het met heel veel liefde natuurlijk. En een boiler onderhoud, 2,25. Of 15 euro, pardon. Dus in totaal spaar ik maandelijks 225 euro over deze potjes. Ik ben natuurlijk even werkloos geweest, waardoor niet alle potjes alle aandacht hebben gehad. Maar het pensioenpotje heeft wel zijn aandacht gehad. En ook voor de eigen risico, want ik had wat geld teruggekregen van de, hoe heet het, zorgverzekering. Nee, van de Belastingdienst, om mijn zorgverzekering of eigen risico wil ik daarmee te gaan betalen. Dus die heb ik daar naartoe gezet. Dus ik zeg heel leuk 225, 1, 2, 3, 4, is 100, 105. Ja, er gaat namelijk ook nog 35 euro per maand naar de, ja, naar de eigen risico. Wauw, ik kom ook lekker uit mijn woorden. Ondertussen ligt de poesemormel ook weer bij me. Tadaa. Dus ja, stel je voor, hè. Ja, je mag best bij me liggen, maar dus iedere maand gaan dus bepaalde bedragen hier naartoe. En nu ik weer volop inkomen heb, wordt het sowieso iedere maand gedaan. Dus ja, als je het kan, zeker in de aanraden. Want mocht dat kapot gaan, dan kan je een noodpotje gebruiken. Die boiler, die is net nieuw, maar die moet ook onderhouden worden. En ondertussen spaar ik ook alweer voor de volgende, voor als die over 100 jaar vervangen moet worden. Ik vind het gewoon belangrijk om daarvoor vooruit te besparen. En tandarts natuurlijk ook. Ik vind echt dat de tandarts weer naar de basisverzekering moet. Want er staat echt nergens op. Maar oké. Voor de mondhygiënisten voornamelijk. Hè. Vroeger deed de tandarts het zelf. Dan ging hij zelf nog even je tandjes schoonmaken. Maar tegenwoordig, nee, je moet naar de mondhygiënisten. Och, ja. Ik vind zelf geldklopperij, hoor. Het is echt heel lullig om te zeggen. Dus als er ergens een tandarts of een assistente mee, kijk, sorry, maar ze voelt het wel. Maar in ieder geval, laten we hiermee beginnen of verder gaan, want anders blijf ik weer ratelen. En daar ben ik goed in. Maar in ieder geval, voor de dierenarts zit nu 225 euro. Dus dat is heel mooi. Fietsonderhoud, niet schrikken. Hij was 1312 euro en 68 cent. Deze was eerder auto-onderhoud, maar ik heb die auto verkocht. En van de opbrengst van de auto en wat ik van de auto-onderhoud had staan, heb ik in de nieuwe elektrische fiets gestoken, plus nog wat andere dingetjes. Dus die stond weer helemaal op nul. Ja, maar er zit alweer 25 euro in voor de onderhoud. Want ja, onderhoud is belangrijk natuurlijk. Noodpotje staat nu op 175 euro. En dan heb ik de tandarts. Staat nu op 225 euro. Daar had ik dus ook een klein gedeelte naartoe gedaan, wat ik van de Belastingdienst had teruggekregen. Dus gedeelte van de Belastingdienst had ik naar de tandarts en een gedeelte had ik naar de eigen risico gedaan. Ik denk wel een beetje verdelen. Energie, die was 151,30, maar ik kreeg een leuke teruggave, dus ik heb dit verdeeld over de potjes. Dus deze staat weer op nul.
Leuk is dat, hè? Eigen risico 447,83. Er was weer wat afgegaan en weer wat bijgekomen. Maar die staat nu in ieder geval op 495. Pensioen was 180 en is nu, even spieken, 315 euro. Dus dat is ook heel mooi. Boiler onderhoud was 90, is nu 115 euro. En dan nu de Zero's Challenge. Ja, ja. Die heb ik al een hele tijd niet meer laten zien. Maar ik doe hem nog steeds iedere zaterdag en iedere laatste dag van de maand. Alleen nu valt het toevallig op dezelfde dag. Maar wat het inhoudt, ik zal het even laten zien. Stel, je hebt nog 133,35 op je rekening staan. Dan kijk je naar die laatste drie cijfers. Dat is dus 335. En die sluis ik over naar de Zero's Challenge. En dan heb ik uiteindelijk 130 euro over op mijn rekening. Om daarmee door te kunnen gaan. Een hele leuke manier van sparen. Vorig jaar had ik een leuk bedragje. En nu eigenlijk ook een leuk bedragje. Want vandaag is in dat geval 1,76 naartoe gegaan. Dat gebeurt ook als het maar een cent is. Of zelfs nul. Dat is me ook wel zo overkomen. Maar het kan ook 9,99 zijn. Dus alles bij elkaar kan het best wel leuk optellen. In ieder geval, hij was 3 maanden terug 167,06 euro. En nu is deze 229,25 euro. Dus dat is toch wel weer een verschilletje. Dus, dan hebben we deze gedaan. Ik hoop dat jullie het nog een beetje begrijpen. Want ik doe natuurlijk ook die maandoverzichten niet meer met hoe of wat. Die hou ik tegenwoordig lekker voor mezelf. Maar in ieder geval, we gaan naar de spaarchallenges. Dan ga ik eerst met het blauwe mapje beginnen. Deze staat bovenaan. De tv, die hebben we onlangs volgemaakt. Deze was 750 euro. En de wasmachine was 500 euro. Dus die schrijf ik even gelijk op, gewoon omdat die al vol zijn. Jee, hoe leuk was dat, hè? Gewoon twee challenges vol kunnen krijgen. Even spieken, hoor. Probeer even heel lastig te doen, want die kat die ligt hier ook. Ja, stel je voor dat ze geen aandacht krijgt. Hè? Het is heel zielig. Maar in ieder geval. Ja. Voor 40 plus life. Was deze. Hoppa. Dat is dus voor als ik 40 ben. Alles wat ik dan heb gespaard is dan voor iets leuks. Of we zien wel. In ieder geval. Er staat 100 op de rekening. 20, 30, 40, 50, 100, 55 euro. Zit er. Ga eens aan de kant. Ik vind jou heel lief hoor, maar. Sorry, ik word even heel erg afgeleid door het meisje. Ze is heel lief hoor, daar niet van. Maar ze kan gewoon heel erg in de weg zitten, heel erg aanhankelijk zijn. 155 voor de 40 plus. En dan ga ik naar de surprise. Nou, wat ik hiermee ga doen is nog een verrassing. Ik weet het zelf ook niet. Ik dacht het te weten, maar nu niet meer. Maar in ieder geval 100 euro op de rekening. 10, 20, 30, 40, 145 euro. Dus dat is heel fijn. En dat met die leuke dobbelchallenge. Ik vind hem zo leuk. Het is altijd maar een verrassing wat erin komt. De brillen heb ik 20, 40, 60 euro in zitten. Dus dat is ook weer mooi. Hoppakee. Surprise girl trip. Zo leuk. Er is vandaag best wel veel ingekomen. Dus voor ik het weet is deze misschien ook wel vol. Dus 100, 200 op de rekening. 20, 40, 60, 80. 300, 20... 30, 40, 50, 60, 70. Dus 370 euro zit nou
in deze trip. En in totaal zou deze dus €500 moeten zijn. Dus het gaat leuk worden. Hij is echt super leuk hoor, deze challenge. Maar oké, vakantie. Daar ben ik tegenwoordig ook voor aan het sparen. Dat is tijd. Daar heb ik 20, 30, €35 zitten nu bij vakantie in. Dat heeft nog niet per se haast. Ook al zou ik graag willen, maar ik kan rustig aan sparen. En als het een hele goede tijd is, dan ga ik gewoon natuurlijk. Maar we gaan het zien. We gaan het zien wanneer ik weer eens weg durf te gaan. In ieder geval de woonkamer. 100, 200, 300, 400 op de bank. 20, 40, 60, 80. Dus €480 heb ik momenteel in de woonkamer zitten. Net geen 500. Oh, nee, maakt niet uit. We gaan vanzelf een keertje komen. Hè? En dan de verwarming ombouw. Heb ik €500 op de rekening. €600, €700 op de rekening. 20, 40, 60, 80, 800, 10, 20, 30, 35, 40. Dus €840 voor de verwarming ombouw. Of eigenlijk gewoon keuken pimpen. Hatsenflats. En dan heb ik de laptop. Die heb ik vandaag ook aardig wat in mogen doen. Vind ik leuk. 100, 200, 300 op de bank. 20, 40, 60, 80, 400. In totaal voor de laptop. Dus dat schiet lekker op. Ik denk alleen wel, maar ik weer een beetje vals gespeeld door alles zoveel mogelijk weer naar boven te schuiven. Dus je hebt niet altijd de juiste maat om lekker veel erin te kunnen doen. Oh, wat erg ook, hè? Vals spelen mag voor je eigen best wel, hè? Mobiel, die was ik dus opnieuw begonnen. Want ik had een nieuwe gehaald, hè? Deze even aan de kant. Ik hoor ineens allemaal hele rare geluiden. Oké. 10, €20 heb ik op mobiel staan. Dus op een gegeven moment gaan we lekker opnieuw mee. En gelukkig ben ik niet zo iemand die per se de duurste en de ziekste van de ziekste mobieltjes wil hebben. Dat vind ik gewoon zonde. Echt zonde geld. Oké, volgende mappie. Dan heb ik hier mijn laatste spaarmappie. En dan ga ik naar de elektrische fiets. Kijk, ik ben natuurlijk wel aan het sparen voor de elektrische fiets voor over 5 jaar. Want degene die ik nu gehaald heb van de opbrengst van mijn auto en van het potje auto-onderhoud, die gaat er hopelijk minimaal 5 jaar mee. Dat ik nu weer 5 jaar de tijd heb om voor een nieuwe te sparen. Want die kringen zijn duur. Maar in ieder geval, 50, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 25, 30, 45, 50. Dat vind ik leuk, dat de €150, zeg ik dat wel goed. 50, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40. Ik kan wel zeggen, ik zat op mijn speakbriefje te kijken. Ik denk, dat klopt iets niet. 140. Ik heb mezelf rijk te rekenen met die 150. Hè? En dan gaan we naar het balkonnetje. Jee. Nou, eens even zien. Er zit €30 in. Dat was toch leuk. Bij al deze spaarchallenges over het algemeen was dit seizoen gestart. Wat in dit mapje zit in ieder geval. En dan heb ik handdoeken, €20, €30, €40. Dus dat is ook mooi. Voor mij kwam uit de prehistorie, die wil ik gewoon vervangen. Net zoals mijn beddengoed. Komt ook uit de prehistorie, wil ik ook graag een keer vervangen. Maar ik wil eerst goed voor sparen. 50, 70, 80, €90 in beddengoed.
En ook voor een matrasje. Wil ik ook gewoon versparen. Dus eigenlijk wil ik gewoon alles in één keer goed kunnen aanschaffen. Dus eigenlijk is dit gewoon één grote potje. Dus je 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. 175 euro die ik nu bij de matrasjes in heb zitten. Echt superleuk. Het zijn ook echt dure dingen, matrassen. Tenminste, als je echt voor een goede wil gaan, dan leg je er wel wat voor neer. Kussens. Even kijken, is 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 euro. Dat ik bij de kussens in heb zitten. Jee. En dan heb ik nog een potje voor de poes. Nog steeds geen idee wat ik hiermee ga doen. Waarschijnlijk gaan we vooruit sparen voor een mooie nieuwe krabbal. Ook al zijn die van haar nog hartstikke goed. Ja, ze heeft meerdere namelijk. 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70. Eén krabbal staat naast me bij de bank. Kan ze lekker opleggen als ze geen zin heeft om op schoot te liggen. Want dat gebeurt ook wel eens. Ze is niet altijd super aanhankelijk. Die andere staat op haar eigen kamertje voor als ik weg ben. Als ik weg ben, dan mag ze de woonkamer in, want dan slopen ze mijn bank verder. Ja, zo die vissen. Ze is heel lief voor mijn spullen. Jongen, heb ik niet eens opgeschreven. 10, 20, 30, 40, 50, 60 was het in ieder geval. Krijg je als je door blijft praten. Voor een kippie heb ik 20, 25, 30, 35 euro. En dat is puur voor als mijn kipfilet op is, dan kan ik weer nieuwe bestellen bij Missie Kip. Of Missie Filet, die heeft zulke lekkere kip. Ik kan even weer goed inslaan en dan krijg je van die diepvrieszakjes bij. Kan je weer lekker invriezen. Deze doet vandaag niet mee. Ik heb iets helemaal verkeerds gedaan, zou ik je zeggen. Oh nee! Ja, ik zie het al. Op een of andere manier heb ik bij de poezel. Ah, wacht eens even. Ja, ik zie het al hè. 20, 30, 40, 50, 60, 50. Gianne, krijg nou helemaal niks. Ik zat gewoon niet op te letten. Dan krijg je, dan ben je te dom aan het praten over van alles en nog wat. En dan ga je fouten maken. Maar dat is ook puur omdat ik heel slecht die laatste kan zien. Al verkeerde stiftje gebruikt. Maar dat maakt niet uit. Ooit gaat het goed komen met me. Ik weet niet wanneer. Het gaat wel ooit een keer gebeuren. Dus 35 euro in kippie en 0 voor het vriendenweekend. Dus ja, dat ja. Dan heb ik dit doorgenomen. Ja. En dan gaan we nu alles berekenen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dus ik ga gewoon lekker bovenaan beginnen. Met het eerste mapje. Ik hoop in ieder geval dat de rekenmachine goed genoeg te zien is. Ik weet het niet. Ik moet ook echt opstaan om zelf goed naar de telefoon te kunnen kijken. Om het beeld te kunnen zien. Maar in ieder geval, ik ga gewoon beginnen. 80 euro plus 18,20 plus 25 plus 7,6 plus 25 plus 70 plus 80 plus 65 plus 60 10 17,50 en 145 is. Zou dat goed zijn? Ik heb het idee dat er alsnog iets niet klopt. Ah. Er klopt iets niet. Want op mijn speakbriefje staat heel wat anders. Oftewel, ik ga hem nog één keer doen. Want ik ken mezelf langer dan vandaag.
Zoals ik al zei, gaat altijd wel wat mis. 80 plus 18,2 plus 25. Even kijken. Nou zeg, gaat goed hoor. Ik heb toch wat verkeerd gedaan. Maar weet je, ik vind het voor nu wel even goed. We gaan er gewoon voor, toch? Kijk, €603,30. Het is wel echt €5 verschil vergeleken met mijn speakreviewer. Maar waar zit het hem in? Oh, het zit hem in de hebben dingetjes. Op mijn spreekbriefje heb ik €5 minder staan. Nee, dat klopt niet. Ik ga voor de zekerheid de hebben dingetjes erbij pakken. Kijken waar de echte fout zit, hè. 15, 17, 50. Ja, op mijn spreekbriefje had ik het fout. Zie je, ik zei toch, er gaat altijd wel wat verkeerds. Maar dat maakt niet uit. En dan ga ik ondertussen ook even hier het verschil van rekenen. Hoppa, 86 is plus €20. 1,25. Moet ik even 18,20 min 1,25 is 16,95 plus. Dat is mooi. 15,25 is plus 10. En dan heb ik 20 min 7,6 is €12,40 is hiervan afgegaan. Dus dat wordt even rood gemaakt. 45 naar 25 is min 20. 120 naar 70 is min 50. En dan heb ik 85 naar 80 is min 5. 45 naar 65, jee, er komt weer een plusje. Plus 20, 115 min 60 is, eigenlijk had ik het gewoon met mijn hoofd kunnen doen, hè. Daar ben ik je moe voor. Min €55, 45 naar 10 is, ik wil plus doen, maar het is min natuurlijk, min €35. 70 min 17,5 is min €52,50. En dan 75 naar 45 is 25, 45 is 70. Oh, dat moet rood. Gaat lekker. Plus 70 moet het zijn. Oké, en dan nu ga ik dus de 696,25 min 603,30 is een min van 92,95. Dus over het algemeen zitten nu minder in deze contante potjes dan voorheen. Maar dat maakt niet uit, ze zijn ervoor om ook uitgegeven te worden natuurlijk. En dan de dierenarts. 255,06 min 225 is min, dat is weer een min, €30,06. Tada! En dan heb ik, dit is helemaal een verschil, er stond €1,312,68 op voor de auto-onderhoud, is nu fietsonderhoud. Dat is €25. Dus dat is een hele harde min. 1287,68 euro. Oeh,
noodpotje van 150 naar 175. Dus dat is een plus 25. En dan heb ik tandarts is nu 225 en hij was 95,28 is plus 129,72 euro. Dus dat is ook weer mooi. Energie, nou die had ik gestopt, want die heb ik verdeeld over die andere potjes weer. Dus 151,30 euro. Eigen risico 447,83 min 495 is een verschil van plus 47,17. Ik kan me nog herinneren toen ik voor het eerst zelf mijn zorgverzekering moest betalen als eigen risico 150 euro. Toen betaalde ik volgens mij ook iets van 100 euro per maand aan mijn zorgverzekering. En die was toen nog wel redelijk uitgebreid. Echt bizar wat er veranderd is, hè. En ondertussen even een slokje, want ik kan niet meer spugen. Ja. Oké. Okay. Ja, pensioen. Hij was 180 en hij is nu 315, dus het is plus 135 euro dat ik erop heb kunnen zetten. En dan de boileronderhoud is plus 25 in dit geval. En dan de zero's, 229,25 min 167,06 is 62,19. Dus dat is ook een lekker verschil. En als ik bedenk dat het 4, 8, 12, laat maar zeggen, ongeveer 13 weken is. Plus de maanden. Dus laat maar zeggen dat ik 16 keer de zero's heb kunnen doen. Dan zou ik gemiddeld 3,88 euro naar de zero's juist gebracht hebben. Dus dat is op zich wel leuk om te weten. Dus ja, we gaan weer even rekenen. 225 plus 25 plus 175, 225, 495, 315, 115, 229,25 is 1804, dus 1804,25. Hoe leuk is dat? Hoe leuk is dat, mensen? Min 2841,21 is. Hij staat in het rood. Min 1036,96. Ja, hij staat in het rood, maar dan spuur voornamelijk daardoor. En door het energiepotje. Dat ja. En ik zit me te bedenken, hier heb je nou heel veel mooie bedragen, die had ik hier niet. Ik weet nog dat ik al deze kleine bedragen op een gegeven moment ook naar de zero's heb gezet. Omdat ik die kleine bedragen erachter zo onnozel vond. Dus ik heb even eenmalig de zero'tje dus hierop gespeeld. Dat was het. Was ik alweer helemaal vergeten. Ik denk, waarom zijn ze zo mooi rond, die bedragen? Maar in ieder geval, dat dus. Even kijken hoor. Ik was hier nog de min vergeten. 92,95. En dan heb ik hier 1804,25. En dat is een minnetje 1036,96. Het is eigenlijk wel heel erg om te zien, hè. Maar het is allemaal naar een goed doel gegaan. Ik heb geïnvesteerd in mijn fietsje en in mijn gezondheid. Want daarvoor heb ik die auto weggedaan. Puur omdat alles redelijk in de omgeving is. Ik heb wel mijn OV-kaartje gehaald alsnog. Maar mocht ik wat verder weg moeten, want dat gebeurt natuurlijk af en toe wel, dat ik gewoon mijn OV kan pakken.
Verder heb ik alles op fietsafstand. Het verste weg is mijn werk en dat is het 8 kilometer of zo voor mijn dagelijkse dingetjes. Dus ja, dat is wel even een verschil. Dus ik heb geen wisselende diensten meer. Dus dat heb ik dus ook echt gezegd, niet alleen maar voor mijn gezondheid, maar ook van ja, weet je, het is eigenlijk helemaal niet nodig. Ik mis hem natuurlijk wel. Vooral als het slecht weer is, dan denk ik, waar is mijn auto? Maar het is goed. Ik zit al een maand zonder auto. En het gaat prima eigenlijk. Ik heb nog maar één keer echt regen gehad op de fiets. Dus dat valt nog mee. Maar ja, ik ga mezelf nu lekker zitten jinxeren. Want er gaat natuurlijk een hele andere tijd aan komen weer. En het schiet me te binnen dat ik bijna 2 jaar gestopt ben met roken. Oké, dat wou ik nog even zeggen. Ik wens in ieder geval alvast iedereen heel veel succes die meegaat aan Stoptober. Jullie kunnen het. Ik ga morgen beginnen, hè jongens. Ja, ik weet het heus wel. Maar in ieder geval, laten we maar weer even verder gaan, want we blijven brabbelen. TV is van €400 naar €750 gegaan. Dus heb ik €350 kunnen sparen. Wasmachine is van €260 naar €500 gegaan. Dan heb ik €240 kunnen sparen. En toen waren ze allebei vol. Dus die staat netjes op mijn rekening te wachten totdat ik ze moet vervangen. Want ze doen het allebei nog prima. Maar het is meer van mocht de tv ineens dus mee stoppen. Dat ik in ieder geval een potje heb waar ik het van kan betalen. En zo geldt ook voor de wasmachine. Mag die ineens kapot gaan, dan heb ik in ieder geval het geld om hem te kunnen betalen. Of om een nieuwe te kunnen halen. Dus dat is 40 plus. Is plus 155. Want die is met 0 begonnen. Zijn prijs was met 0 begonnen. Is nu €145. En de bril was 0. Net begonnen, dus €60. De girl trip is van 190 naar 370. Ja, even moet ik zieken, toch even de rekenmachine. €180 erbij gekomen. En dan heb ik vakantie voor het eerst mee sparen, dus €35. Woonkamers van 360 naar 480. Dus dat is €120 bijgekomen. En dan heb ik de verwarming ombouw, die is van 800, of die is nu 840, maar hij was 220. Dus heb ik echt serieus €620 mee kunnen sparen. Hoe tof is dat? De laptop is van 265 naar 400. Dat is €135 dat erbij is gekomen. Oké. Dat dus. De volgende, mobiel is van 160 naar 120. Kijk, heb ik toch nog een minnetje, hè? Dus min 100, oeps, €140. Elektrische fiets is nieuw begonnen, dus dat is plus 140. Balkon is nieuw, dus plus €30. Handdoek is nieuw, is plus €40. Beddengoed is nieuw, is plus €90. Matras is plus €175. De kussens is plus €70. Ik kom bijna €700 toe. Laten we dat maar niet doen. De poezel is plus €70. Ondertussen nog wel even ietsjes meespieken. En alsnog heb ik het idee dat hij nog steeds verkeerd is, hè? Hoe dan? Hoe is dat mogelijk? Ik ga toch de poezel nog één keer erbij pakken, want volgens mijn speakbriefje zit er 60 in. Dat ik er straks ook al verkeerd mee zat, hè? Dat is niet deze. Maar met mijn speakbriefje heb ik volgens mij naar de ingekleurde katjes gekeken. En ook zeg, die laatste is lastig te zien. Dus nog één keer. 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70. Heb ik dus wel goed. Jongen, wat zit je het zelf lekker makkelijk te maken, hè, mevrouw? Ongelooflijke muts dat je bent. Verder gaat het goed.
En ja, ik schrok mezelf uit voor merch, want ik mag dat. Alleen ik mag dat, hoor. Ik heb liever dat ik het zeg dan dat iemand anders het zegt, toch? Oké, vriendenweekend is zero. Hartse flats. Oké, ik ben buiten adem. Ik zit te veel te praten. Wat we gaan doen, is nu de laatste eventjes bij elkaar oprekenen. Ik hoop dat het nu wel goed gaat, want dit zijn aardig wat sommetjes. Plus 500 plus 155 plus 145 plus 60 plus 370 35 486 840 400. Doe even een isje tussen dan. En dan heb ik 20. Nee, volgens mij heb ik niet. Oh, muts dat je bent. Ik doe wel heel leuk een isje, maar ik doe geen plusje meer. Oh. Stom ding dat je bent. Oké. Okay. Ik word moe van mezelf. Help. Oeh, maar zo nog even snel eten, want anders is het weer laat. Hè? Het is al best wel laat. Ik ga wel lekker eten. Tacos. Ik heb nog in de vriezer. Tenminste het vlees, niet de tacos. Hè? Ik weet niet of dat heel erg lekker is. Oké. Ik heb het idee dat dat nog verkeerd gaat. Echt. Wat is dit, jongens? Volgens mij heb ik nou weer verkeerd gedaan, hoor. Waarom zou je het ook goed gaan doen? Ja, zie je wel. Ik wist dat hij verkeerd was. Ik ga hem nog één keertje doen. Even, hoor. Ben zo terug. Oké, okay. Nu klopt hij als het goed is wel, want ik zet 10 euro van mijn speakbriefje af, want die had ik natuurlijk tekort bij de poezel. Dus, als ik het goed heb, 4405. Pff, moeilijk hè? Min 1855 is... Oh, die is wel heel leuk. Ik heb een plusje, plus... van 2540 euro. Oh, hoe tof is dat dan? Ik heb dus, ondanks dat hier en daar min is, heb ik voor de contantenpotjes of voor de challenges alsnog 2540 euro weten te sparen. Dat vind ik echt wel heel tof hoor. In een paar maanden tijd. Echt bizar. Ja, oké, okay, sorry, even een trots momentje. Ik word er heel blij van. Dus, even kijken hoor. 4405. Oké, okay, dus 4405 min... Nee, dat was nog verkeerd, stomme muts. 603.30. Die heb ik nodig, ja. Plus 1804.25 plus 4405
is... Klopt dat wel? Vast wel, hè? 6.812,55 euro. Ik ga nog één keer doen. 603.30 plus 1804.25 plus 1405 is... En die andere... Wat ik min... Ik had 15 verkeerd gerekend hier en daar. Dus ja, oké. Okay. Die klopt dus wel. Dus in totaal is het bedrag wat ik heb weten te sparen over het algemeen. Dus niet de laatste 3 maanden. Dus wat ik allemaal heb gespaard. 6.812 is 55 is de huidige wat ik op de rekening heb. Of alles bij elkaar. En dan 5.446 is. Ik heb in totaal in 3 maanden tijd een bedrag van 1.412,09 euro. En volgens mij zit ik alsnog hartstikke verkeerd ergens te rekenen. Dus ja, daar ben ik gewoon hartstikke goed in. Ik ben daar zelfs de beste in, om eerlijk te zijn. Dus nog een keer kijken. 6.812,55 min 5.446 is... Ja, 1.412,09 euro. Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Ik moet nog even naar mijn spiekbrieven kijken. Op een of andere manier is er alsnog een verschilletje. Maar het zal... Ik ben moe. Ik weet het even niet meer. Maar voor nu, als het allemaal goed is berekend... Heb ik dus in de afgelopen maanden... alsnog 1.412,89 euro. Of 9 cent. Wat? Wauw, ik kan 89 zeggen. Dus 1.412,09 euro. Dat is het. Ja, dat kan je heel goed schrijven. Dus dat heb ik kunnen sparen in de afgelopen 3 maanden. En daar ben ik echt super blij mee. Ik sta er eigenlijk best wel versteld van... Want ik heb 1,5 maand zonder werk gezeten. Maar ik heb natuurlijk wel nog de goede gehad die ik nog van mijn oude werk te goed kreeg. Godzijdank bestaat er een uitkering. Van de Belastingdienst heb ik nog geld teruggekregen voor... hoe heet dat nou? Voor die zorgverzekering die ik dus ook verdeeld heb. Over eigen risico en... wat is het... energie teruggaven natuurlijk gehad. Dus ik heb echt door al die teruggaves heb ik nog heel goed kunnen sparen. Dus jeetje, wat ben ik hier blij mee. Woehoe! Oké. Ik ben tevreden. Sascha komt net op tijd weer terug. Maar in ieder geval, ik denk dat dit het is. Dus ik ga afsluiten voor vandaag. Ik wens je een heel fijn weekend. En ik zou zeggen tot de volgende. Doei doei!